Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben in mijn luisterstoel, heel erg vermoeid. Klaar om iedereen uit te leggen hoe je niet moet schaken. Vandaag gaan we puzzels doen. En het hele punt van puzzels is eigenlijk gewoon om schaakmat te zetten of om winst in stukken te halen. En ik ga hier gelijk op in hoe mijn methode hierop is, door gelijk te beginnen. En wat we vaak als eerste doen is vaak de stukken tellen om even mee te beginnen. Ik heb een dame, twee torens, zeven pionnen en twee lichte stukken. De tegenstander heeft het ook. Oké. Dus nu hebben we ook alle stukken gezien en alle pionnen, dus we weten waar alles zit. Maakt de kans ook veel kleiner om blunders te maken. En je ziet ook gelijk, oh shit, gaat een stuk. Laten we die gewoon pakken. Hier heb ik dame, twee torens, loper, vijf pionnen. Hij heeft twee lichte stukken, twee torens, dame, dus het gaat niet zo lekker. Schaakjes, daar beginnen we dan mee. En ik zie een schaakje hier. We zien ook dat de koning geen lucht heeft of dat hij geen bewegingsruimte heeft op andere lijnen. Dus dit is gewoon simpelweg mat. Twee torens en een paard tegen een toren. We zoeken naar schaakjes en als we schaakjes niet vinden, dan kijken we naar wat we kunnen pakken. Zo, de captures in het Engels. Dit is een schaak en een capture. Hetzelfde als net. Koning heeft geen lucht. En nadat de toren inderdaad teruggaat, is het mat. En de eerste paar puzzels zijn eigenlijk alleen maar zo. Hier hebben wij geen lucht. Even een bespreking. Moeten we ook rekening mee houden. Onze eigen koning. Twee torens. Heel mooi op een open lijn. Verdubbeld. Twee lichte stukken en twee torens. En allebei vijf pionnen. Ik zie geen schaakjes. Dat is één. Wat vallen we aan? Het paard. Wat gebeurt als we het paard pakken? Het pakt hij terug. En dan pakken wij het terug. Ja, en dan geen probleem voor ons. Stel deze toren stond hier. Al. Dan hadden we wel een probleem. Of niet? Nee, eigenlijk niet. Want dan zou het lopen terugpakken. Maar daar moeten we altijd rekening mee houden dat we zelf niet mat gaan staan. Dus ja, dat even terzijde. Oké, we hebben twee lichte stukken. Hij heeft er drie. We hebben een toren. Hij heeft een dame heel actief staan. Ook een toren, hij staat één licht stuk voor. Maar nogmaals, zelf tactiekje. Ik ga die nog een keer op in. Lichte stuk, dame toren, lichte stuk, dame toren. Vijf pionnen tegen vier pionnen. We hebben maar vier, we moeten wel wat vinden dan. Schaakjes, ik zie hier een schaak. Natuurlijk is ook het pakken van die pion, maar we kijken eerst naar schaakjes. Schaakje hier, die kant op. En dan is het mat. Dus ja. Het is vrij simpel als je deze methode gebruikt. Nogmaals. Dame, dame. Toren. Twee toren zelfs. Er lopen zelfs een licht stuk achter. Vijf pionnen, vier pionnen. Schaakjes. En wat we kunnen pakken. We kunnen dit pakken. Het staat beschermd door de loper. Dat is gewoon simpelweg mat. Toren. Dame. Hij heeft een loper en een dame, maar wel vijf pionnen. Dus het eindspel verliezen we waarschijnlijk vanwege de pionnen overmacht. Schaakjes. Ik zie hier een schaakje met de dame. Jaagt de koning weg in een hoekje. Dan heeft hij weer geen lucht en dan kunnen we pakken met schaakmat. Oké. Ik tel eerst de stukken. Twee torens, dame en een loper. Hij heeft ook twee torens, dame en een loper. Sorry, een paard. Maar paarden lopen ook. Zeven pionnen. Wat geel gelijk. Schaakjes. Ik zie hier een schaakje. Ik zie hier een schaakje. Dit schaakje werkt niet, want dan pakt hij gewoon. Maar het maakt niet uit wat. Niet met de koning, dat kan niet. Want een paard beschermt dit veld. Maar dit schaakje is maar één keer verdedigd. Dus dit is mat, want ik kan ook niet die kant op.
Eens kijken, we hebben net de dame verloren, dus die hoeft niet te tellen. Drie lichte stukken. Heel passief eigenlijk. Twee torens, hij heeft ook twee torens, drie stukken. Oh, hij heeft zelfs een dame meer. Ja, het ziet er niet goed uit als we het schaakje niet hadden. Dit schaakje is mat omdat hij nergens naartoe kan. Als de stukken blokkeren zijn, uitweg. En dat is ook smothered mate. Ik weet niet hoe dit in het Nederlands heet. Maar ja, goed. Zo wel. Eens kijken, hier hebben we geen dame. Vier lichte stukken. Waarvan twee in het spel. Twee torens. Hij heeft twee lichte stukken. Twee torens ook. Alleen dame in het spel. Schaakjes, yes. Loperschaakje, dan moet hij hier naartoe. En dan. Als we dan dit zien en de dame hier, zie ik al gelijk een paardpatroontje. Dus na dit schaakje. Pakt hij de loper, dan pakken wij de dame. En dan moeten we nog een keer de stukken tellen. Dan hebben wij een paard, drie paarden, en een. Wacht even, nee. Ja, we hebben drie paarden, dat kan niet eens. Dus na dit, hier. Wacht, wacht. Ja, of hier kunnen we je een schaakje geven. Dit is dan niet zo logisch, want dan kan hij niet de loper terugpakken. Dus loper maal F2. Koning E2. Paard maal C3. Schaak valt beide stukken aan. Dan pakt hij de loper, dan pakken wij de dame. En dan hebben we dit paardje. Dit paardje. Drie lichte stukken. Twee torens. En hij heeft twee lichte stukken. Twee lichte stukken en twee torens. Ja. En dat is gewonnen voor ons. Het tellen van de stukken is heel tricky, moet ik wel zeggen. Soms. Hier hebben we twee torens, een dame, hij ook. Zes pionnen beide. We hebben verdubbelde pionnen. Schaakje hier. En nadat de koning weer een hoekje gaat. Heel thematisch dat een hoekje gaat, geen lucht heeft. Want hij kan niet naar andere lijnen toe, behalve zijn eigen. Hoogte, zeg maar, zijn eigen eerste rij. Zit hij vast? Dan kunnen we zelfs de dame offeren om dan mat te geven, want ik kan nergens naartoe. Hier, hetzelfde geval. Is het niets? Oh ja, eerste stukken. Weet gelijk waar ze zitten. Soms vergeet ik het zelf. Vier lichte stukken. Twee torens. Vijf pionnen. Hij heeft ook twee. Torens, vier lichte stukken en vier pionnen. Dus er loopt al een pion voor. Dat is wel chill. Het is wel een geïsoleerde pion. Maakt niet zo uit. Schaakje, yes, hier. En hij kan het alleen maar blokkeren. En alleen maar blokkeren. Want ik kan nergens naartoe. En dat is mat. En waarschijnlijk vraag je je nu af, waarom doen we dat nu op dit niveau? Op dit niveau als puzzels? Terwijl eigenlijk al de antwoorden al voor de hand liggen. Nou. Ik denk wel dat dit een goede gewoonte is om aan te leren. Om de stukken te tellen voordat we op zoek naar zaakjes. Tuurlijk zie ik dat het dame dit en dan hier naartoe mat is. Maar het is altijd goed om even te kijken waar zitten die stukken nou? Wat zijn de ideeën van de tegenstander? Doe je ook eigenlijk al onbewust als je de stukken telt? Dus vandaar. Dus vier dames. Eén dame, twee torens. Vier pionnen, we hebben vijf pionnen, een toren minder en een dame. Ja, we geven het schaakje, inderdaad, schaakje. Oh, nou dat was het al. Maar inderdaad, nadat we dat schaakje gaven, moest de koning hier naartoe en dat gaf een mat hier. Niet in deze positie. We hebben een toren en een dame, mooi op een lijn. Hij heeft loper, paar en dame. Schaakjes, we hebben hier eentje en hier eentje. Dit lijkt niet heel spel, want de lopers kunnen ook terug. Heel verraderlijk. Maar dit natuurlijk wel. Hetzelfde verhaal. Geen lucht. En dan, nadat hij teruggaat, kunnen we wel de dame offeren voor de loper. Want de mat komt aan het einde. Alle stukken nog op tafel, voor beide kanten. Niet veel om te tellen. Nu kunnen we wel activiteit tellen. Dame staat heel actief. Kijkt naar de loper, kijkt naar het paard.
Doper is ook actief, ondanks dat hij niet bewogen is. En het paard speelt ook mee. Tegenstander speelt net, op de computer speelt net Doper weg van F8, waar hij een verdedigende rol had. En ik denk dat je dan gewoon kan pakken, want er zijn geen schaakjes. Zover ik zie, geen schaakjes, nee. Dat kan ik pakken, ik kan hier wat pakken, ik kan daar wat pakken. Dit is niet logisch. Ik kan daar wat pakken en volgens mij is dit gewoon goed. En dan loopt de toren vast. Ja, prima. Oh ja, dat kan ook nog. Hè. Nu nogmaals, als we hier pakken, pakt de dame. Als we hier pakken, pakt de toren. Als we dame pakken, pakt de paard. En dan daarna kunnen we een penning geven met de pion, die ook meedoet natuurlijk. Dus laten we dat doen. Oké, dame, twee torens, loper tegen dame en toren. Dus er moet wel wat een matje in zitten of zo. Of echt super veel winst, maar ik zie niet straks gebeuren. Of bij dammen of zo. Waar je echt een gekke combinatie hebt. Dat gaat niet eens over dammen. Oké, schaakjes. Yes. Het nemen van die pion. Is een, met schaak, dan moet hij in het hoekje. En dan geef een mat op, met de toren op H8. Want de dame schermt hier al deze velden af van de koning. En dat is simpelweg mat. Dat zag ik niet. Oké. Toren, loper, twee lichte stukken. Loper, paard en de toren. Vijf pionnen. Hier raad ik pionnen natuurlijk. Ja. Zijn er schaakjes? Ja, maar dat is niet logisch. Dit is ook niet echt logisch. Dat is als we hier pakken. Niks. Wat kunnen we nemen? Alle captures even kijken. We kunnen deze loper nemen. Loper voor een toren, dat is toch niet logisch, Ben? Nou, laten we verder berekenen. Of rekenen. Ik neem aan dat de koning pakt, anders is hij die loper kwijt. Dan hebben we een schaakje. En door te nemen op C4. Koning moet dan uit de weg en dan winnen we de toren. Dus dat is dan een loper. Een toren voor een loper en een toren. Dus, ja. Oké. H4, cool. Loper en een dame tegen loper dame. Pion zelf, de pionstructuur is bijna vergelijkbaar. Cool. Veel open lijnen. Voor alle stukken. Wat het heel erg moeilijk maakt om een eindspel te spelen. En er gebeurt ook heel vaak dat mensen stukken blunderen in het eindspel. Dus daarop voorbereid. Daar moet je heel erg goed op voorbereid zijn. Dus gaan we nu kijken naar schaakjes, Sven? Ja, we zien hier een schaakje. Dan gaat koning hier naartoe. Zijn er dan? Dan zie ik nog een schaakje. Yes, we zien hier een schaakje. En dan moet de koning weer weg. En dan pakken we de loper. En dan heeft hij, wat heeft hij dan? Niks. Dus ik neem aan dat dit de tactiek is. Ja, dit is een andere set. Nou, we hadden helemaal geen set bedacht voor hem. Dit is geen dreiging, neem ik aan. Want dan pakken we gewoon, dus we kunnen hier gaan pakken. Volgens mij zit bijna alle stukken op het bord. Twee pionnen zijn weg. Dames, twee lopers, twee paarden. We hebben ook onze paarden, lopers, torens. Vier stukken zijn in het spel. Hij ook. Ja. Best wel complexe positie. Schaakjes. Yes, ik zie hier een schaakje. Ik neem aan dat hij pakt, anders is hij zijn dame kwijt. Dus hier. Pakken. Ik word gebeld. Laten we dit snel afronden. Want mijn vriendin belt me. Paniek. Dus wat hier gebeurt is. Ja, inderdaad, pak en dan hier. En dan heb je mat. Dus laten we dat dus snel even doen. Hey, mat, jongens, volgende keer. Ik word gebeld.